Hoe Junior Plankaart een nieuw lief zoekt, kunnen we binnenkort allemaal volgen op 1, in Junior op zoek naar de liefde. Maar bijna een jaar geleden noemde Shana Goossens zich nog de nieuwe vriendin van Junior. Voor de eerste keer na hun breuk vertelde ze nu uitgebreid over hun relatie in Dag Allemaal. Tussen Shana en Junior begon het alvast heel snel. Na 2 maanden berichten sturen op Instagram maakten ze hun relatie al officieel na hun eerste ontmoeting. Maar na een tijdje bleek dat toch wel echt te snel te zijn. Shana vertelt dat Junior een heel gesloten persoon is. De communicatie was dan ook moeilijk. Nochtans was het Junior die de knoop doorhakte om een punt achter hun relatie te zetten. Shana zelf denkt ook dat hij op dat moment zijn vorige ex-vriendin Shirley nog niet vergeten was. Zij waren 8 jaar samen. Over Junior zijn zoektocht naar een nieuwe vriendin op tv zegt Shana het volgende. Ikzelf zou nooit via een tv-programma een lief zoeken, maar als hij op die manier iemand vindt en gelukkig wordt, kan ik dat alleen maar toejuichen. De twee hebben verder geen contact meer met elkaar.